Bijna geen bussen meer over het Ruiterskwartier. Dat is een van de veranderingen in de nieuwe dienstregeling van Arriva die afgelopen weekend is ingegaan. Door deze wijziging blijft er slechts één buslijn rijden langs de Harmonie en het Saailand. Nou, het Ruiterskwartier is een prachtig stukje binnenstad waar heel veel horeca zit, veel bedrijvigheid. We hebben hier natuurlijk ook altijd de markt om de hoek. En daarvan zeggen we, nou, voor de verkeersveiligheid, maar ook voor het binnenstadsklimaat, zeg maar, om dat wat prettiger te maken, hebben we gezegd, die bussen halen we uit de binnenstad, omdat we toch richting een autoluwe binnenstad willen gaan. Door het vertrek van de bussen komt er een lang gekoesterde wens van de ondernemers aan het Ruiterskwartier in vervulling. Klopt, ja. Ze hebben het afgelopen jaar hebben daar ook een beetje aan mogen proeven. We hebben natuurlijk als gemeente gezegd, die uitbreiding van de terrassen die maken we mogelijk. Nou, daarvan zie je dus ook dat de ondernemers daar profijt van hebben gehad. En op dat moment zijn de bussen ook al een andere route gegaan. Dus het is niet zo dat het helemaal nieuw is. Ze gaan al een tijdje op bepaalde tijdstippen via een andere route naar andere delen van de stad. Maar dat is niet de enige wijziging in de Arriva-dienstregeling. Ook de stadslijnen aan de andere kant van de stad zijn veranderd. Ja, richting de wijken Ardlan en Nijlan zijn lijn 5 en 15 vervallen. En daar is de vlinder geïntroduceerd. En die in beide wijken kan je die dus reserveren. En wat houdt die vlinder precies in? De vlinder rijdt van de vlinderhalte naar de vlinderhalte waar jij naartoe wil. En hij zoekt daarbij de meest efficiënte route. En wat moet ik me voorstellen bij een vlinder? Zie ik een vogel of zeg ik dat een vliegend insect voor me? Ja. Nou, hij fladdert dus eigenlijk de meest efficiëntste route. Dus hij pakt niet de traditionele buslijn, maar hij gaat gewoon de kortste route. Maar hij rijdt wel, hij vliegt niet. Nee, hij vliegt niet, nee. Nee, het is een klein busje of zo. Het is een iets kleiner vervoer, daardoor is hij iets wendbaarder en kan hij gewoon de meest efficiënte route rijden. Ja.